Hartelijk welkom bij Meis op Zondag vanuit Ome Jan, de kroonzaal van de Ome Jan te Breda. En schrikt u niet, vandaag ben ik de gastheer in tegenstelling tot al die andere keren waar Jeanette Meis dat deed. Maar gelukkig hebben we Jeanette hier in hoogste eigen persoon aan tafel. En we gaan met elkaar een gesprek voeren. Jeanette, hartelijk welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd ook met jouw jubileum. En we gaan vandaag een gesprek voeren over jouw onderwijs, carrière en eigenlijk je grote liefde. En nou ja, nu kennen wij elkaar vanuit de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Daar doe jij ook al vele jaren goed werk en bent vooral bezig met het basisonderwijs. Waar ik zo benieuwd naar ben, en misschien dat je dat ook voor ons eens kunt schetsen, hoe jij ooit zelf het besluit hebt genomen, hoe je daartoe bent gekomen om dat basisonderwijs in te gaan en hoe die eerste jaren er voor jou uitzagen. Dus met wat voor idealen ben je binnengekomen, wat voor verwachtingen en hoe zag dat eerste gedeelte van jouw carrière eruit? Daar wou ik eigenlijk eens mee starten. Nou ja, ik ben geboren in Assen, Jantje Huizing. En ik ben een voortbrengsel van het bildungsideaal van de Partij van de Arbeid. En dat was vlak na de oorlog. In 1946 ging ik naar de eerste klas. Daarvoor naar de kleuterschool. En ja, ik wilde zo... Het was gewoon, in ons gezin was geen cultuur. Mijn ouders hadden een bloemenzaak. En... Nou, na de oorlog was er natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Dus moest heel hard gewerkt worden. Dus het was ook niet vanzelfsprekend dat je... toen bestond HBS, het gymnasium nog. En nou, je had één school waar de kinderen van de notaris en de apotheker en, naartoe gingen. Maar ik ging naar een school waar veel arbeiderskinderen op zaten en een enkel middenstandsgezin. Maar... Even voor mijn goede beeld. Ja? Dus, je hebt natuurlijk eerst zelfs kleuteronderwijs, basisonderwijs. Ja. En was dat ook al het moment waarop je, laten we zeggen, liefde voor onderwijs opvatte? Ja, want ik had die onderwijzers, dat waren allemaal mensen van de kwekerschool. Ja. En zulke inspirerende mannen. En die, ik weet nog precies wat ze voorlazen. Ze lazen iedere dag voor Yusuf en het toverpaard Bollekrol. En ik hoorde nog steeds die paardenhoeven over die brug gaan. En ik heb het uitgezocht, die oude jeugdliteratuur. Dat was een boek wat geschreven is door A.D. Hildebrand. Dat wist ik niet. En ja, en ik kon heel goed lezen. Dus ik mocht, hij zei collega tegen mij, want ik zei, ik wil later juf worden. Dus dat wist je toen al? Dat wist ik. Ja, hoe oud was je toen? Ik zat in de derde klas, daar was meneer Hilbrands, die las ook altijd voor. Toen hadden we nog meesters, hè? Ja. Aha. En het hoofd van de school, er waren nog, nou ja, dat kom ik straks wel even op. En meneer Duinkerke, en die noemde mij, en ik mocht één keer per week op vrijdagmiddag, en dat ben ik nooit vergeten, mocht ik een half uur aan die klasse voorlezen. Okay. Nou, dat was geweldig, muisstil. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Want ik dacht toen ook nog, ja, dat toch het hoogst bereikbare voor mij zou zijn. Ik weet nog dat mijn nichtje, die hier nu ook is en eigenlijk samen met mij opgegroeid is, die zat op die school voor die kinderen, op de MA-school. Dat was de school waar ik ook later les heb gegeven. En die kreeg bijvoorbeeld Frans. En dan zat ik, als zij was wat anders aan het doen, ging ik in dat Franse boekje kijken van. En dan vond ik het geweldig. Dan zei ik, papa, fume une piep. Ja, ja, ja. Ja. Ik was ontzettend geïnteresseerd. En die mannen wisten zoveel. Dat waren verhalenvertellers. En, mag ik eens even onderbreken? Ja. Een mooi beeld dat je schetst. Dus eigenlijk in die jeugdjaren, al heel vroeg, door dat beeld van de meester en de juf aangesproken. En welke school was dat? Hoe heette die school? De Sluisstraatschool, maar hij bestaat nu niet meer. Ja, hij bestaat niet meer. Ik ga er zo af en toe Je was toen pak een beetje een jaar of 19. En je mocht af en toe even de juf spelen op vrijdagmiddag. 9 à 10, ja. Dus je mocht af en toe de juf spelen op vrijdagmiddag.
En je mocht voorlezen, dat deed je graag. Ja, en opstellen schreven. Maar de gelukkige klas van Theo Thijssen, dat zegt jou wel nou, iets. Nou, dat zegt mij zeker iets. Maar dat herken je ook? Later herkende ik dat. Want, ja, ja. Nee, dat bedoel ik meer, hè? Als je nu terugkijkt. Maar het waren hoogopgeleide mensen. Ze hadden allemaal kweekschool gedaan en later. Ik was de enige van de school die naar de MULO ging. En in de MULO, daar stonden allemaal leraren die een MOA-akte hadden of een MOB-akte. En dat is dus met eerste graads leraren zijn die te vergelijken. Ja. Dus dat beeldingsideaal, en het is ontzettend leuk dat ik heb les gehad met het motto. We gaan het er dadelijk nog even over hebben, over dat beeldingsideaal. Want ik weet dat je dat zeer aan het hart gehad. Maar ik wil toch even voor mezelf. Door. Nee, niet. Ik wil dat beeld even af hebben voordat we met de beeldoen beginnen. Ja. Dat basisonderwijs, dat was voor jou zeg maar, het begin. Je bent wat heb je daarna gedaan? Toen ben ik eerst. Ik was de enige die naar de MULO mocht. Je ging naar de MULO, ja. En ja, daar haalde ik allemaal 9 en 10. En de rest ging naar de ambachtsschool. Of naar een kopschool. Want het was ook nog zo dat als je niet naar de ambachtsschool... overigens ook uitstekende leraren. Want die jongens... Ik kan me niet herinneren... Ik weet niet eens precies, mijn vader die zal een middenstandsdiploma hebben gehad. Maar dat weet ik niet. Hij is ook heel jong gestorven. Ik heb het er nooit kunnen vragen. Maar iedereen kon aan het eind van de basisschool... fatsoenlijk rekenen en fatsoenlijk schrijven en foutloos een briefje schrijven. En jij ging daarmee naar de MULO? Ja, ik ging daarmee naar de MULO en ja, daar kreeg ik Frans, Duits, Engels. Ik ging naar toneel spelen. Ik ben met muziek in aanraking gekomen. En toen zei ze van ze kan alsnog naar de HBS. Ja. Maar die leraren van de MULO vonden het leuk om een hele goede leraar, een hele leerling te hebben. Dus die zeiden tegen mij, maak dit eerst maar eens af. En dan er... En na die MULO, wat heb je toen gedaan? Nou ja, toen wilden ze dat ik naar de HBS ging. Maar ik wilde uit Assen vandaan. Want ik vond Assen, ja, ik heb het al in mijn welkomstspeech gedaan. Ik dacht, als ik groots en meeslepend wil leven, dan moet dat niet in Assen. Dus... Ik was al heel bijzonder dat ik wil naar de kweekschool in Groningen. Dat was wel te combineren, de kweekschool en grootse meeslepend leven? Nee, dat is pas in later begonnen toen ik klaar... In Groningen weet ik wel dat ik... Maar daar heb ik ook een fantastische tijd. Op de MULO ging ik al toneel spelen. En toen ik een klein meisje was, dat weet mijn nichtje die hier is en die op die goede school zat. En daar was ik eigenlijk wel een beetje jaloers op. Ik wist niet waarom, maar ik dacht, dat wil ik ook leren. En zij speelde piano, en dat deed ik dus niet. En zij hockeyde, en dat ook niet. Dat konden wij niet betalen, maar daar werd nooit over gesproken. Uh-huh. Maar die studie, toen was er al een studiebeurs. En doordat ik zo lang gewerkt heb in het onderwijs, heb ik dat ook nooit terug hoeven te betalen. Maar ik ben naar Groningen gegaan en ja, dat was toch een hele andere stad dan... dan Assen, ja, dat was nog steeds. En weer die op de MULO. Een leraar Engels die altijd zong, want je kreeg natuurlijk wel een beetje belangstelling in de puberteit voor jongens. Dus die zong dan liedjes in het Engels voor ons. If you were the only girl in the world and you were the only boy... Nou, ja, komt dat grootste meeslepend alweer. Dat is duidelijk, ja. Wij stiekem ook nog verliefd op hem, of niet? Nou, wel op de leraar op de kweekschool... die mij naar de toneelschool in Amsterdam heeft verwezen. Ja. Maar er waren... ik wil niet zeggen dat ze allemaal even goed waren... maar die leraar hadden de bagage om met kinderen om te gaan. Wij hebben daar nog echt iets geleerd. Ja, daar gaan we dadelijk nog over hebben. Hè? Want we beginnen, dus ik probeer het even te visualiseren... Jij uit Assen, afkomstig. Eerst basisschool, daar spreekt dat beeld van leraar of eigenlijk onderwijzeres. Je erg aan. Ja. Je gaat de middel. En heel die tijd wist je, ik word lerares of onderwijzeres. Nou, ik in Amsterdam... Of heb je nog getwijfeld aan iets? Nee. Tot en met de kweekschool niet. Want die kweekschool, dat moest gewoon... Dan moest je... Je had een eerste... Nee, zeker, maar je hebt dus gekozen voor dat wat je eigenlijk toen je 9 jaar was of 10 jaar was. Ja. En dat heb je volgehouden. Toen ben je naar die kweekschool gegaan.
Toen heb ik, en de kweekschool, dat was toen de universiteit voor de armen. Want ik durf, daar kregen we nog Frans, Duits, Engels, rekenonderwijs echt. Hoe je dat, om je niveau op te krikken tot de HBS en gymnasium. Er gingen ook in die tweede leerkring stroomden alleen maar leerlingen in. Met, en waarom wilde je toen zelf zo graag juf worden? Hè? Je vertelde ook over toneel. Nou ja, ik kan me voorstellen. Voor een deel is natuurlijk het staan voor de klas ook een theater. Hè? Nou, ik ben eigenlijk ook... Laat me eventjes ook nog mijn gedachten ontvouwen. Ik begrijp, je hebt heel veel te zeggen. Je krijgt ook alle ruimte. Maak je geen zorgen. Hè? Dus, maar kennelijk had je dus ook een bepaalde voorliefde voor toneel. Ja. Dus dat optreden, dat hoort er een beetje bij. Maar wat dreef je er nou nu zo in om dat onderwijs in te gaan? En dus naast wat je had natuurlijk ook nog andere dingen kunnen doen, maar wat bewoog je ertoe? Nou, omdat ik het heel leuk vind om kinderen iets te leren. Dat ik iedereen gunde dat wat ik zelf leerde, ik dacht, dat wil ik ook. En ik ben ook een verhalenverteller geworden. Ja. En ja, om nu voor jezelf zo in de lucht te steken, ik denk dat ik zelf ook zo'n inspirerende juf voor de kinderen geworden ben. En met name dat stukje cultuur. Ik las ook iedere dag voor. In groep 8 deed ik dat zelfs nog. En met die kinderen grote voorstellingen gemaakt. Er zit ook iemand hier in de zaal waar we die het schreef. En je regisseerde het. En met Kerstmis ook. En zelf rollen erbij geschreven. En we zongen. En ook tweestemmig. En dat vond ik. Ik kon er ook zoveel van, die liefde voor het theater, dat toen ik klaar was, toen zei mijn leraar Duits, die altijd ook de toneelstukken regisseerde, en ik kreeg de mooiste rollen, toen zei hij, jij hebt talent, jij moet dat onderwijs niet in. Jij moet naar de toneelschool in Amsterdam. En toen ben ik, hoofdactexamen, ben het enige meisje geweest die daarvoor koos. Dat was de eerste dagopleiding voor hoofdschool. Maar wij bestonden toen 100 jaar, die kweekschool. En er werd een jubileumstuk gespeeld samen met de studenten van Albertus Magnus in Groningen. En daar die nodigden wij uit, want die onderwijzers uit Groningen, ja, daar had ik het toch niet zo op. En waarom niet? Nou, het waren een beetje... ik zal je vertellen, dat is een prachtige anekdote. We moesten examen Nederlands doen in de tweede leerkring. Dat werd allemaal nog mondeling gedaan. Hè? En toen moesten we een aantal boeken lezen. Echt, we hadden een grote literatuurlijst. En Jan Berend Bandringa, ik vergeet die naam ook nooit meer. Die werd geëxamineerd door een commissie. En de deur stond op een kier en ik moest... Ik kwam daarna en toen zei die examinator, Jan Berend, vertel eens over iets over dat boek. Heb niet lezen, meneer. Waarop die examinator zegt, nou, dan kiezen we Jan Berend een ander verhaal. En toen zei hij, heb ook niet lezen. Het was een goede opleiding, vertelde je net. Maar ja, maar al die jongens waren toch niet... Nee? Voor jongens was dat, en voor meisjes ook, het hoogst haalbare. Dus heel veel boerenzonen zaten daarop. Ik weet ook, bij God geen idee. Maar toen dat jaar van die kweekschool met die jongens van Albertus Magnus... Want ze konden ook niet, ze wilden ook niet toneel spelen. Dus we hadden die jongens moesten van de studenten. Nou ja, en daar heb ik voor het eerst de belangstelling voor het mannelijke Dat staat niet centraal, daar kunnen we het dadelijk nog wel over hebben. Misschien ook weer een thema voor een ander interview. Maar je wilde het over het onderwijs, dus we houden daar al vast. Nee, jij vond dus, maar goed, dus we gaan langzaam over naar het muzikale gedeelte. Dan wil ik je ook nog iets over vragen. Maar we zitten nu in de fase dat jij eigenlijk de kweekschool verlaat en een eigen carrière gaat beginnen. En je staat er nog in dubio wat je met toneel gaat doen. Daar komen we dadelijk nog op terug, want dat zal ook nog later een rol blijven spelen. En nog steeds. Dus dat zegt iets over, laten we zeggen, ook je... misschien toch een andere drijfveer of eenzelfde drijfveer die op een andere manier uitwerkt. Precies, dat is...
Voordat we daar nader op ingaan, wil ik jou vragen om de muzikanten van vandaag, Victor en Filip, om die aan te kondigen. Daar heb je speciale gedachten bij. Nou, dat heeft dus ook weer met theater te maken. En ook weer met optreden te maken. En ja. De familie Victor van Zwaai heet eigenlijk Victor Smits van Wijlsbergen van de brouwerij hier in Breda. Of Victor, daar ben je. Ja. Vic zegt altijd M tegen mij. Zal ik ook vertellen van waarom. En Victor, toen ik als jonge getrouwde vrouw in Breda kwam, toen was ik 24, mocht ik lid worden van een... Zij gaan dadelijk wel spelen, hè? Dus keep focus. Nou, ik kende zijn ouders, daar speelde ik toneel mee. Victor kwam altijd naar die toneelvoorstellingen kijken, waarin ik met zijn ouders speelde. Dus hij is met die club opgericht. En toen ik professionele theater uitging, toen ik tegen mijn wil in het onderwijs moest verlaten, toen dacht ik, ik laat me niet klein krijgen. Ik wilde het leven van Emily Dickinson spelen, een Amerikaanse dichteres, wereldberoemde solo. Ja. En toen dacht ik, ik moet dat helemaal professioneel doen. Dus Victor, acteur en regisseur, toneelschool in Maastricht, prachtige voorstellingen gemaakt en nog. En ook heel muzikaal. Dus daar kwam iets van het oude talent, kon je weer. En die had Emily Dickinson op dat moment op zijn nachtkastje. Was ze goed ook? Ze was goed. Ja? Ze was verrekte goed. Oké. Okay. Dat was een hele knappe prestatie. Niet alleen vanwege de complexe teksten, maar zeker ook de prachtige gedichten. En die gaf zij, die heeft ze wel vleugeltjes gegeven, vond ik. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Yeah. Ja. En goed gedaan. En Filip? En Filip, die ken ik ook, omdat ik regelmatig... Hoi, Filip. Ik ging met Victor naar het cabaretgezelschap die net begonnen. En hij wist altijd heel goed wat nieuw was en wat misschien niet zou worden. En dan ging ik mee. En op een dag was daar Filip, een van jouw eerste voorstellingen in... Waar was het? Nou, ik weet het niet meer. Compagnietheater, in de kleine zaal in Amsterdam. En toen zei hij, dit is Filip Walkaert en die speelt prachtig... piano en die zingt en die doet conferences. Victor regisseerde dat, maar daardoor ben ik ook later Victor gaan... En Victor doet... Philip. Philip. Ja, hoe zit je in mijn hoofd, Vic? Victor die is tekstschrijver. En die heeft, nou, jij heeft allerlei prijzen gewonnen. Vertel het zelf maar even. Want nou zit ik... vertellen jullie even zelf. Ik ben vaak bezig. Dus. Ja, nee, vertel maar even. Wat ik doe? Philip, ik maak muziek, ik maak cabaret, ik schrijf voor theater en toneel. En als de lach maar een rol mag spelen. Dus humor is belangrijk en het lyrische. Dus wat ik daar ben, Victor en ik weer veel gemeen. Wat gaan jullie... jullie gaan dadelijk drie stukken doen, althans verschillende momenten. Waar beginnen jullie mee? Victor, legt uit. Ja, ik wil dat graag even aankondigen. Dat wordt eigenlijk een trip down memory lane voor allen van ons. Sluit u allemaal even de ogen. Sluit even de ogen. En denk terug aan je jeugdjaren. En probeer de lagere school waar je hebt gezeten voor je te zien. De tekst is van Willem Wilmink en de muziek is van Pieter van Empelen. Ach, zou die school er nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein, de zware deur. Platen van ridders met een kruis en van Goejan Verwellesluis, geheel in kleur. Die mooie school, daar stond je met een pas gejatte sigaret in het fietsenrek. Daar nam je bibbelig en schreeuwen van ellende groen en geel, opnieuw een trek. En als de meester jarig was, werd het rumoerig in de klas. En zat je daar, en je verwachtte zo direct een uiterst boeiend knaleffect, de klapsigaar. Je speelde in een schooltoernooi en het begin was wondermooi, fijn voetbal weer. Je kreeg met 10-1 op je smoel, de kleine keeper in zijn doel, hij
geen plezier. De najaarsbladen op de grond, daar stapte je zo fijn in rond. De school voorbij. En als winters wat de kachel heet, en als je daar dan sneeuw in sneed, dan siste hij. La 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 la. Het moet er allemaal nog zijn, de deur, de bomen en het plein, de grote heg. Alleen die mooie lichte plaat waarop een kleine Dessa staat, is misschien weg. Bali, Lombok, Sumba, Sumba, wa. Flores, Timor en zo. Dank je wel. Ja, ik had de beelden al even te pakken van mijn schooltje De Ark in Terneuzen. En, herkende jij dat ook nog, die namen? Dat was in mijn tijd toch al wat minder, hoor. Ik denk dat mijn vader die kon al die eilanden nog dromen. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook deel van een politieke agenda. Je ziet dat in de 19e eeuw, dat de topografie is ook een manier om een nationaal bewustzijn te kweken natuurlijk. Ja. En zeker wanneer daar gewoon nog de koloniën bij komen, dan wordt het natuurlijk helemaal spannend. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Nou ja, over die Bildung wil ik over die Bildung toch wel. Ja, zeggen. Zeker. Ja. Bildung en nationalisme staan ook niet helemaal los van elkaar overigens, maar dit terzijde. Jij begint je carrière dus als schooljuf. Waar kom je terecht? Ja, maar eigenlijk ging ik toch naar Amsterdam om naar die toneelschool te gaan. Want toen was ik toch om. Dat leek mij toch een iets... Daar wil ik het nog even over hebben. Prima. Daarom ging ik naar Amsterdam. Daarom ging je naar Amsterdam, ja. Maar ik kon niet meteen beginnen, want het was in oktober en het seizoen begon in... in september. Mm-hmm. Dus ik moest toneellessen nemen. En Henk van Ulsen woonde naast mij. Die heeft mij klaargestoomd voor dat toelatingsexamen. Maar toen stierf mijn vader en ik werd verliefd. En dus die toneelplannen zijn niet doorgegaan. Maar ja, toen ben ik naar Breda gegaan. En ik ben dus aan de slag gegaan. Eerst in Amsterdam. Ja, precies. Ja. En 3 jaar geleden is een... daar was ik juffrouw Huizing. Ja. Dus ik dacht wel eens, als ik een jubileum vierde... die kinderen uit Amsterdam zouden niet nog weten... dat ik ze in de eerste en in de tweede en in de derde klas heb gehad. Vast niet. Ze kenden mij als juffrouw Huizing. En 2 jaar geleden werd ik opgebeld. En toen zei opeens iemand tegen mij... bent u juffrouw Huizing? En toen zei ik, ja. Maar hoe weet jij dat? Ze zei, ik heb bij u in de klas gezeten in 1961. Dan was ik 21. Zij is hier vandaag. En daar begint als we het geld voor de documentaire bijeenkomen. Want het is zo'n interessant verhaal waarom zij mij opgezocht heeft. Ja, precies. Nou, en daar gaan we nu even naartoe. Ja. Dus je ging naar Amsterdam aanvankelijk. Dus ook vanuit ambitie daar het toneel te volgen. Je vertelt net dat dat dus niet doorging. Dat heb je, zoals we juist gehoord hebben, later toch weer op weten te pakken. Op een heel andere manier dan. Daar komen we dadelijk ook nog over te spreken. Maar nu toch even naar die begintijd. Hoe zag dat eruit? Dus jij komt, ik kan me voorstellen dat het toch een soort vuurdoop. Je komt in Amsterdam voor de klas te staan. Ja, hoe was dat, die school, die kinderen? Het was geweldig. Want weet je, ik deed in oktober dat hoofdakte-examen. En ik heb de inspecteur in Amsterdam opgebeld dat ik graag een baan wilde hebben. Die man is een hele dag, daar moet je nou omkomen, met mij scholen langs gegaan. Aan het eind van de dag, ik had nog geen kamer, ik had niks. Aan het eind van de dag had ik een vervanging van oktober tot 1 januari. Van een mevrouw die een gebroken been had. En hij heeft mij diezelfde dag meegenomen naar de Linnaeusschool in Amsterdam-Oost. Dat is de school waar Theo van Gogh een school voor
waar ongeschoolde haven, kinderen van ongeschoolde havenarbeiders op zaten. Dus echt een school met een heel ander milieu waar ik in Breda op les heb gegeven. Ja, nou had je daar wel voeling mee, ook door je eigen... Als die mensen... Nou ja, Maar hoe ging dat in zijn werk? Dus ik kan me voorstellen, als je de meeste leraren hoort, dat je doodnerveus bent, toch? De eerste periode. Hoe stond jij voor de klas? Ja, ik denk toch altijd wel met heel veel zelfvertrouwen. Want ik wist dat iedereen het leuk zou vinden. Hoe kwam dat? Ja. Met gekke is, ik denk dat ik ben geworden wie ik ben. Het heeft me aan één ding nooit ontbroken. Ook niet in Assen. Mm-hmm. En ik wist al heel lang, ik moet iets met mijn stem doen. Ik was voorzitter van allerlei schoolverenigingen. Dat ik dacht, nou, ik kan het woord wel voeren. Ik dacht, ik kan die kinderen ook wel iets leren. Ja. Maar kreeg dus je kon het woord voeren en je had ook het idee van, ik heb wel wat te melden. Ik ben hartstikke gek op kinderen. Ja. Ik vind kinderen gewoon heel erg leuk. Dus was ook geen ordeprobleem? Nee, nooit. Niet toen ik 40 kinderen in de klas heb gehad. Op de Dirk van Veen, waar ik werkte hier in Breda, heb ik net nog eens geteld. Ik heb altijd aan klassen les gegeven van 40 kinderen. En dat was alleen maar voor mij een probleem, omdat ik iedere avond... een paar uur namens kijken. Want ik keek ook alles na. Want dan kon je zien wat die kinderen niet konden. In een klassikaal systeem. 3 groepen. Dus de midden, want het is belachelijk. Het is nu onderwijs op maat. Ieder kind individueel. Maar dat individueel. Ja. Dat kan namelijk helemaal niet. Nee. Je moet 3 groepen. En dan, als je het goed uitlegt. Want dat is... Het belangrijkste, niet alleen dat je behoorlijk Nederlands spreekt en schrijft en rekent. En je moet er ver boven staan, boven die stof. En dan kun je heel goed 3 groepen... Ja, maar je begon, wat voor klas begon je eigenlijk? In Amsterdam. Ja? In Amsterdam vond ik in de eerste klas. En dat leek me... Ja. Want dan moest je kinderen leren lezen. Dus we hebben het echt over de eerste klas, niet groep 1, maar over de eerste klas. 6 jaar. Nee, want in 1961 ben ik in Amsterdam begonnen. Toen waren er geen toetsen, er waren geen directeuren. Wij heten gewoon onderwijzers en onderwijzeressen. De kweekschool was nog de kweekschool, niks academie. Maar toen merkte ik al dat de vlag de lading niet dekte. Iedereen werd opeens student. Dat heb ik heel langzaam zien gebeuren. Want ik werkte dus in 61 al. In 68 is het allemaal veranderd. Je vertelde ook net iets over die Groningse collega's... waar je ook niet ronduit enthousiast over was... met betrekking tot de eindkwaliteit. Nee, maar in het laatste jaar zat ik alleen maar met die jongens in de klas. Want die wilden hoofd der school worden. Maar toen hadden wij een lustrumstuk en toen dacht ik... nou. Het kan geen kwaad om ook... Maar het ging even over die Groningse boerenjongens. Ja, die heb ik nooit... Jan-Berend Wanderinga, ik heb ze nooit meer teruggezien. Ik weet niet wat daarvan geworden is. En goed, dus je begon je eerste klas, Amsterdamse school. Je zegt, dat had je ook bijgebracht gekregen, dat je die school in 3 groepen verdeelde? Of was dat was nog een hoofd der school, die kwam echt kijken. Die gaf dat advies, gewoon 3... Ja, maar die coachte ook en op een ontzettend leuke manier. Die stuurde, ik was de jongste. Ik heb het nog, en ik kreeg kinderen die aan je... Maar hij was een soort mentor ook tegelijkertijd. Ja, hij was... Je hebt daar drie jaar gewerkt? 5 jaar. 5 jaar gewerkt? Ja. Okay. En daar heb je zeg maar de kneepjes van het vak geleerd? Dat schrijf ik ook in het stuk... Wij zijn de meester en de juf gebleven. Daar heb ik het vak geleerd. Daar heb je het vak geleerd. Met toch kinderen die je echt iets... ouders die niet geschoold waren. Het is nu een... Ik heb die school inmiddels bezocht. Want die wil ik ook in de documentaire komt. Hier gaat die ook voorkomen. Het is nu de grootste zwarte school geworden in... In Amsterdam, met ontzettend veel problemen. De directeur vertelde mij net dat zij in 2 maanden tijd 11 invallers hebben gehad. Al die jonge mensen van de PABO lopen stuk op de problematiek van voornamelijk Marokkaanse, Turkse kinderen. En, dus het is heel
problematisch om die kinderen... En wat was nou de kracht als je nu terugblikt op die periode van die school? Want er kwamen dus ook veel kinderen uit de haven, vertelde je. En er zullen waarschijnlijk ook vrij moeilijke sociale gevallen bij gezeten hebben. Hele moeilijke. Ja, maar wat was nou de kracht van die school? Hoe waren ze in staat om dat toch in goede banen te leiden? Ja, het gekke is, als jonge juf ben je dat niet... Maar als je er nu op reflecteert? Ja, maar als ik reflecteer, maar ik weet het dus nu ook. Mm-hmm. Want Joke, die hier in de zaal is, die toen bij mij in de klas zat... Ik zei, waarom ben je nou opeens na 50 jaar mij gaan zoeken? Toen zei ze... Omdat het thuis dus moeilijk was. Uh-huh. Maar dat heb ik mij nooit gerealiseerd. Maar ze zei, u was een engel. U bent de eerste die mij gezien heeft. En dat denk ik dat dat voor alle kinderen gold. Uh-huh. Dat je door met ze te zingen, door ze voor te lezen. Ja. En het is me ook gelukt, want ze lazen gewoon. Dat je niet weet, als jong meisje, als je net begint... dat je zo'n impact op kinderen hebt. Ja. Nou, dat is wel mooi, omdat ik denk, dus een van de problemen waar we op dit moment wellicht mee worstelen, is dat we, ook waar het gaat om persoonlijke problemen, heel erg de neiging hebben om die bespreekbaar te maken. Dus daar moet er speciaal aandacht voor komen, nogmaals, en ik ben niet zozeer voor verzwijgen daarvan, ik denk dat het heel goed is als mensen kunnen praten erover. Maar de andere kant van de benadering zou ook wel eens kunnen zijn dat je een nieuwe wereld creëert die niets met de thuissituatie te maken heeft. Waar kinderen als het ware adem kunnen halen, dingen zielenvoer krijgen aangereikt, een nieuw groepsgevoel. En als ik jou begrijp, van, nou ja, dansen, zingen, maar lezen, schrijven, tafels opzeggen. Ja. Dus jij was eigenlijk volop bezig met die... Je wist helemaal niet dat het slecht ging met het meisje thuis, of dat dat moeilijk was. Nee, dat heb maar ik niet. Maar je bood als het ware een nieuwe, net als in toneel, je bood een nieuwe wereld aan. Ja. En omdat ze was ook heel lang ziek en dan gingen we dat wist ik niet eens meer. Maar zij vertelde mij dat ik daar met een groepje kinderen naartoe ging om tekeningen te brengen en verhaaltjes te vertellen. Dat daar... Dit zit natuurlijk ook heel erg in Theo Thijssen, ook uit de sociaaldemocratie trouwens. Ja, maar die persoonlijke aandacht. Maar het is zo'n mooi vak en dit vak wordt nu totaal uitgekeerd. Daar gaan we het over hebben. Want ik wil vooral ook weten wat jij allemaal in het verleden meegemaakt hebt, hoe je dat gedaan hebt. En daar kunnen we wellicht ook wat van leren. Daarom, en dat maakt het alleen maar interessanter, denk ik, zo'n gesprek. Dus die eerste 5 jaar, de kneepjes van het vak, die leer je in Amsterdam, die Linnaeusschool. En een goede hoofdmeester, want dat was toen. Dat was niet de directeur, maar hoofdmeester. En zelf voor de klas staan, hè? Ja. Groepen nee, dat zeker. Zesde klas. Dat ken ik uit die ARK ook nog wel. Ja, ja. Ja, meneer Visser stond gewoon voor de klas. Ja. 5 en 6, wij zaten bij elkaar. Hè? Dus, het was zo'n klein buurtschooltje ook. Na Amsterdam ga je naar... Breda. Ja, dus dat is... En wat was dat voor overgang? Dus... Nou ja, daar kom je kwam wel vanuit ik, de stad, ik, kom je... Ik kwam in Breda. Ik kende daar niemand. Nee. Maar ik was verliefd geworden op mijn echtgenoot. Ja. En die woonde in Breda. Maar toen ik heb hem in Amsterdam ontmoet. Want hij heeft daar dus ook... gezeten. Maar toen kwam ik in Breda. Mijn schoonvader was toen waarnemend burgemeester hier. En ik kwam hier bij de... Ja, ik weet niet of ik nou de zogenaamde elite van Breda... Je kwam bij de elite, de notabelen. Bij de notabelen. Ja. En ik mocht lid worden van een toneelvereniging... waar onderwijzers of onderwijzeressen echter niet bij... Oh, daar komt het toneel alweer. Ja, dat kwam meteen daar. Dat kwam om de hoek kijken. Een rederijkerskamer, hij bestaat nu 135 jaar of zo. Maar omdat mijn man ook tot de notabelen hoorde... mocht ik meteen, zonder dat ik een proeven van bekwaamheid deed... mocht ik daar... Toetreden tot het gezelschap. Ja, en later heb ik ervoor gezorgd dat onderwijzers daar wel aangenomen werden. Om even terug te gaan naar het onderwijs weer. Ja. Wat voor school kwam je hier terecht? Nou ja, ik kwam in Breda en ik had een man die altijd weg was en, voor zijn werk. En daar zat ik op een klein flatje, niks te doen. En toen heb ik mijn schoonvader gebeld, die ook nog iets met onderwijs deed. Toen zei ik... Dus aanvankelijk even voor mijn beeld... Was het niet de bedoeling dat je ging werken? Je ging trouwen, dan stopte je met werken. Nou ja, even. Ik wist helemaal niet wat met... Nee, maar dat was toen Ja, maar het was gebruikelijk.
het 2 jaar daarvoor was het nog zo dat als je trouwde, ja, dat je precies, niet meer voor de klas mocht staan. Dat ben ik net aan ontsnapt. Ja. Want ik heb mijn schoonvader gebeld en toen zei ik, dit wordt het huwelijk wat het kortst geduurd heeft. Dat gaat niet langer dan 3 maanden duren, want ik ga hier dood. Nou, toen heeft hij het bestuur van de Stichting Nutscholen gebeld, die hij kende. Ik heb een proefles gegeven en na 2 maanden was ik aan het werk. Ja, en je had de kneepjes geleerd in Amsterdam. Wat heb je in Breda geleerd? Ja, het was natuurlijk... ouders bemoeiden zich natuurlijk veel meer met je. Maar, en ik had natuurlijk kinderen... Ja, de ouders bemoeiden zich hier meer met je dan in Amsterdam? Nou ja, iedereen moest naar het gymnasium. Oh, okay. Ze noemden mij ook de hoofdleverancier van het gymnasium. En ik had ook nog die CITO-toets, maar daarvoor had ik al een advies. En ik denk dat ik misschien in die hele carrière van 26 jaar in Breda... Ja. Dat ik daar 5 keer met een ouder een conflict had... Over, omdat ik zei, en de CITO-toets... en ik vind absoluut niet dat ze op een gymnasium... thuis hoort en dan adviseerde ik een HAVO. En dat waren mensen die mij dan onder druk zetten om dat dan toch te doen. En ja, en die naam, dat ik zei, nou, er is geen... En het gekke is, want dat gymnasium stelde in het begin nog hele strenge eisen, maar de normen zijn daar in de loop van de jaren heb ik die daar ook naar beneden zien gaan. En dan ging een kind er toch met... kwam daar dan toch op, langs een omweg. Maar ze bleef... Maar daar dus, je kan zeggen, in die Bredaanse periode... om het even samen te vatten... ging jij dat wat je eigenlijk had geleerd... dat in die eerste fase natuurlijk gewoon toepassen. En dat werkte ook op zich prima. En tegelijkertijd begon je wel een soort kwaliteitsinflatie te merken... die te maken had met lagere eisen ook in de doorstroom. Nou, ik heb nooit... Ik ben daar tot 1998... Nou, niet dat je dat zelf doet, maar dat wel een klimaat wordt... waarin je komt te werken. Ik heb al die veranderingen, want die zijn echt in 2000 begonnen. Wij konden de regels... Want ik was toen inmiddels adjunct-directeur geworden. En ik ben ook altijd les blijven geven in groep 8. En de adjunct-directeur deed toen op school alles met personeel en kinderen. En we hadden een financieel directeur. Maar die Stichting Nutscholen die hebben nu ook een bovenschoolsmanagement. En toen is de ellende begonnen. Over die ellende gaan we het daar over hebben. En ook wat we daartegen kunnen doen. Maar ik heb eigenlijk nog altijd op die klassikale manier... zoals ik zelf les heb gegeven. Dus ik denk dat ik mag zeggen... en dat hoopte ik ook. En dat ben ik nog steeds. Want ik geef nog steeds les. Een inspirerende juf voor die kinderen. Ik kan me er alles bij voorstellen. We gaan het er dadelijk over hebben. We krijgen eerst nog een muzikale bijdrage weer van Filip. Filip, en waar gaan we naar luisteren? Een liedje uit eigen repertoire. En het heet Geheel geïnspireerd door alle gesprekken Mijn Jeugd. Oké. Zo'n jaar of 10 had ik de hele wereld al gezien. Ik reis van mijn bed met Kuifje naar Tibet, naar Rusland met James Bond, met Jules Verne, de hele wereld rond. Postzegels sparen liet me over alle zeeën varen. Ik had de wereld al gezien. Maak jaar post aan Hongarije, en België, Belgiek, en Sferige, Zweden, Mocambique is Mozambique. Door National Geographic heb ik ieder continent, van Azië tot Zuidpool, al lang en breed verkend. CCCP, het grootste land, Nepal een vreemde vlag, en als het bij ons nacht is, is het in Tonga alweer dag. Met fotoboek of reisgids bekijk ik Panama. Met wereldbol of landkaart zit ik zo in Afrika.
naar landen ooit door mij ontdekt. Met mijn creditcard online ingecheckt. Australië met vakantie. Zuid-Amerika voor de lol, de stille oceaan. Op steenworp afstand. Je zit zo op een atol. Het is als een thuiskomst. Elke wereldreis. Van Vanuatu, Vladivostok tot Parijs. Van toen ik jong was. Zo'n jaar of 10 had ik de hele wereld al gezien. Herkenbare thema's, Jeannette. Ja. Heb je ook veel werelden geopend? Geopend? Ja, dat weet je zelf niet, maar als ik nu zie... Maar je vertelde net even over oud-leerlingen. Ik neem aan dat je meerdere oud-leerlingen hebt gesproken afgelopen tijd. Ik denk dat twee derde van deze zaal, die ken ik allemaal, omdat het vaders en moeders zijn van leerlingen. Maar ook mijn eerste jaar op de Dirk van Veen, van 16, dat zijn moeder ben ik. Ik ben ook met al die moeders bevriend geraakt. Dat kwam omdat in die tijd mijn vaders en omdat in die tijd mijn eigen kinderen ook bij mij in de klas zaten. En later ben ik heel lang groep 8 gaan doen en ging ik op kamp. En dan gingen die moeders mee en de vaders kwamen 's nachts naar een borrel drinken en met die kinderen speurtochten doen. Dus ja, ik heb... Die kinderen logeerden ook bij mij. Dus je krijgt al een hele leuke band. Maar uit iedere periode... Ik wil dus bijvoorbeeld in de documentaire die klas van 92 bij elkaar brengen. Want je moet nu samenwerkend leren. Hè? Dat is nu het mantra. Onderwijs op maat en samenwerkend leren. Maar... Dat samenwerkend leren, dat beperkt zich heel veel. En dat merk ik ook aan de leerlingen die ik nu lesgeef. Dat ze in een groepje een projectje krijgen. En dat er één ontzettend zijn best gaat doen. En de rest lift mee op het... Ik wil daar even een kort onderbreken. Ja. Hè, want ik heb ook een idee over wat we nu gaan doen. Ja. Ik ken jou natuurlijk en je zorg over het onderwijs. Ja. Je schetste net, als ik daar even resumeer, een beeld waarin je eigenlijk heel jong... wordt aangesproken door het idee, een ideaal van zo'n onderwijzeres. Ja. Je schetst ook een carrière waarin je een goede opleiding hebt genoten. Vervolgens terechtkomt op school waar het hoofd je de kneepjes van het vak bijbrengt. Vervolgens kom je in Breda en ga je uiteindelijk toch al vrij snel het onderwijs weer in. En daar schetste je net wel een beeld van ik heb het zelf eigenlijk heel lang zo kunnen doen. Dus op de manier waarop ik het goed achtte. Tegelijkertijd is dat ook een fase waarin je natuurlijk rond onderwijs heel veel maatschappelijke ontwikkelingen ziet. Ouders die steeds hogere eisen gaan stellen. En vooral waar het gaat om de doorstroommogelijkheden. Niet zozeer over wat de feitelijke kwaliteit is, maar dat ze gewoon willen dat hun kind op een gymnasium terecht kan. Ja. Of eventueel op HAVO. Ik had ook hele... Het waren natuurlijk allemaal kinderen van hoogopgeleide ouders. Dus ik stond bekend als de hoofdleverancier van Stedelijk Gym. Precies. Maar nu is het natuurlijk de laatste jaren ook steeds duidelijker aan het worden... dat zowel wat het gaat om de opleidingen... dus de kweekschool waar jij zo even begon... als waar het gaat om het klassikaal onderwijs... dat daar heel veel gaande is... En je hebt jezelf ook meerdere malen in dat debat geroerd en je stem laten horen. Dat doe je natuurlijk vanuit een enorme ervaring. En ik denk dat we een aantal zaken kunnen aansnijden met elkaar. En ik ben heel benieuwd, ook voor de hier aanwezigen, en wat jij daar vanuit jouw achtergrond en vanuit die ervaring dan over te zeggen hebt. En als eerste... Dat is ook natuurlijk een onderdeel van onze vereniging Beter Onderwijs Nederland, waar jij al zo lang bij zit, ook in het bestuur. Het eerste is natuurlijk de organisatievorm zelf. Hè? Ja. Dus wat is aan de hand met die scholen of met de schoolbesturen? Dat is het eerste.
Misschien dat je daar iets over kunt vertellen. En het tweede, wat is er mis of wat is er aan de hand met de didactiek? Of de pedagogiek, of het gebrek aan beide wellicht. Ja, zullen we eerst beginnen met dat eerste gedeelte? Ja. Je bent uiteindelijk ook zelf op een wat vervelende manier vertrokken uit het onderwijs. Je bent toen het toneel gaan doen, maar misschien kun je even... In hoeverre heeft dat iets te maken met de manier waarop onderwijs nu wordt georganiseerd? Nou, eind jaren 90 wilden ze gaan fuseren. Mm-hmm. Nou, kennen we allemaal, denk ik. Ja, maar goed, dat begon in het basisonderwijs. Ja. Was dat eigenlijk nog niet... Nee. Want dat nieuwe leren, wat later is, de kindregisseur van zijn eigen leerproces... Dat is eigenlijk pas in 2000, toen de macht naar de schoolbestuur ging. Je kunt 30 jaar geleden hebben de veranderingen ingezet. Maar professor Van den Berg, die dat boek Metabletica heeft geschreven... Het duurt 30 jaar voordat veranderingen echt doorgevoerd worden. Dus ik heb het geluk gehad dat ik die 30 jaar in het onderwijs heb kunnen. Maar het heeft. En ik ben geen Max Schaap die klakloos doet wat een schoolbestuur zegt. Dus ik had me alles impopulair gemaakt. Dus Meis heeft de fusie tegengehouden. Dus ze hadden wel in de gaten dat ik ook dat klassikale onderwijs. Wat mij heel goed beviel en waarvan ik ook dacht, dat werkt gewoon. En er waren nog geen toetsen, niemand werkte bij mij in deeltijd, de juffer ook niet. De slechte opleiding op de PABO, dat iedereen zich daar ook zelf moest ontplooien en niet meer de vakdidactiek op een slechte manier die kinderen grotendeels met een mbo-opleiding. Steeds minder eisen werden er aan de juffen. Ik denk dat we de jongens... Maar zag jij ook op dat moment aankomen? Dus zag je om je heen het fout gaan? Dat je dat ook zo tegenhield? We hebben het over die bestuursvorm. Ja. En je zegt, Jeanette hield de fusie tegen. Maar was voor jou al helder dat het fuseren op bepaalde plaatsen leidde tot laten we zeggen, dwang van boven rond het onderwijs? Uiteindelijk werd het een machtsstrijd. Want de financieel directeur, die zich daar niet... die zich alleen met de financiën bemoeide en het onderhoud gebouwen. Er kwam een bovenschoolsmanager. En die werd opeens, kwamen er brieven al een poos op de school aan de directeur, de heer J. Meis. En dat is gaan wringen, want hij dacht dat ik, toen zat ik nog 7 jaar van mijn pensioen af, toen dacht hij dat ik nog bovenschoolsmanager was. En hij wilde dat ook wel. Maar jij stond gewoon ook nog voor de klas. Ja, ja. Één middag was ik vrijgesteld voor directiewerkzaamheden. Ja. Maar de functie van adjunct-directeur zou verdwijnen. En hij wist wel dat hij niet bovenschoolsmanager zou worden. Maar ik zat al op die post adjunct-directeur. En toen dacht hij, waar blijf ik dan? Daar is het mee begonnen, want we hebben 12 jaar uitstekend samengewerkt. Nou, je hebt het dus aan de lijve ondervonden. Ook uiteindelijk dat je eerder het veld moest ruimen. Mijn advocaat is hier net binnengekomen waar wij die zaak mee gewonnen hebben. En in het gelijk gesteld. Ja. Maar dat heeft wel heel veel... dat het nu nog zo goed met mij gaat en dat ik meteen door ben gegaan... heb ik aan hem te danken. En ik mag dus niet filmen op mijn oude school, want die oud-bestuursleden... terwijl de school en het bestuur fouten hebben gemaakt. En we hadden al de commissie van beroep, ze moesten mij terugnemen. Maar die jongens zijn zo benepen. En uiteindelijk heb ik ze dus heel veel geld gekost. Daarmee hebben we eigenlijk dus een proces wat we nu te breed zien. In Leiden hebben we vrij recent het faillissement gehad van ROC Leiden. Ja. We hebben in Holland gezien, eigenlijk grote gefuseerde... instellingen, het kan het beroepsonderwijs zijn, HBO's ook, in Holland bijvoorbeeld, Amarant is weer een MBO. Je ziet ook dat inmiddels ook gaande is binnen het basisonderwijs. Dat gaat ook gepaard, niet alleen dus met wat jij zegt, ontstaan van het bovenschoolsmanagement en daardoor ook een toenemende druk van boven vanuit financiële overwegingen. Ja. Dus dat er op allerlei manieren geld in het geding is, ten koste van die kwaliteit.
Maar het heeft ook vaak gevolgen voor de manier waarop er naar onderwijs wordt aangekeken. Ja, maar dat begint natuurlijk. En ik weet nu dat er eigenlijk dus door het kapitalisme of het neoliberalisme, of in ieder geval, dat bildungsideaal is helemaal van tafel geveegd. Algemene vorming en morele vorming. En dat je kinderen zelfstandig leert denken. Het zijn nu alleen nog maar toetsen en testen. En allemaal multiple choice. Dus de leerlingen die ik binnenkrijg, daar kan er niemand, ook in groep 8 niet, kinderen met een goed verstand, maar die ik binnenkrijg, of met dyscalculie, of met ADHD, of het onderwijsperspectief dat ik ze van een juf uit groep 3 krijg en dat tegen mij gezegd, dit kind zal nooit kunnen lezen en schrijven. Ja, misschien laten we dat eens op een rij zetten, want ik denk dat het belangrijk is. Hè? Je zit er vol van, dat is helder, en zo ken ik je ook. En denk ik goed om een paar dingen gewoon op een rij te zetten, ook voor degenen die minder kennis van zaken hebben, wat er nu precies gaande is in dat basisonderwijs. Dus enerzijds zien we die gefuseerde, grotere besturen ontstaan, met sterk financiële overwegingen bepaalde veranderingen aanbrengen, die niet zozeer inhoudelijk of kwalitatief gemotiveerd zijn, maar financieel gedreven. Aan de andere kant hebben we dus een bepaald soort didactiek die op wordt gelegd. En daar geef je nu een paar voorbeelden van. Misschien kunnen we dus die 1, 2, 3 zo op een rij zetten. Wat we zien gebeuren. En dat kan soms ook ingegeven worden door financiële overwegingen. Nou, dat is... je kunt wel zeggen dat die voornamelijk... Ja, misschien ook wel belangrijk, Jeanette, want je schetste zelf dat je natuurlijk een bepaalde... Je bent vasthoudend geweest. En ik denk dat we overal in het land ook nog wel scholen tegenkomen waar directeuren of leraren vasthoudend zijn. En iets van die... Ja, en die de regels aan hun laars durven te lappen. En die zeggen, nou laat mij, er zit er hier ook nu één in de zaal, want ik ben ze gewoon nu aan het zoeken met een lantaarntje. Want het vereist moed. Ja. Iedereen denkt toch aan zijn hypotheek. Dan durf je een kritisch geluid te laten horen. Dan krijg je weer dat financiële machtsmiddel. Ja. Dan word je op, dan word je op een zijspoor gezet. Op afgerekend. Maar er is niemand meer die Nederlands spreekt. Ik wil daar nog een boekje over maken. Maar dit hoor ik dus iedere... ik wil het contract zien dat ze buiten mijn rug om hebben... ik kan het helemaal niet... Buiten, achter mijn rug om. Dus buiten mijn rug om. Ja, dat zijn weer die bestuurlijke thema's. Maar als je gewoon terug naar de kinderen gaat... Hè, dus... Nee, die leren dus niet. Oh. Omdat ze overal nog een kruisje testen en toetsen. Ja, dus terug. Dus als we even kijken naar... Je zou zeggen, toetsen, ook voor een buitenstaander. Dat is toch goed? Dat is fantastisch. Maar wat gaat er dus mis? Als we het hebben over die toetscultuur. Wat gaat er mis? Ten opzichte van wat jij... daar kon doen in Amsterdam, op die Linnaeusschool. Omdat ik daar niet... Ik had geen zorgcoördinator, ik hoefde geen handelingsplan, geen groepsplan, geen... ik hoefde dat allemaal niet te doen, want er is een ontzettende bureaucratische... er wordt van iedere leerling bijna een zorgleerling gemaakt. En daar komen het speciaal onderwijs is afgebroken. En al die kinderen komen nu in die klas. Dat is voorspel voor een nieuwe parlementaire enquête... En het begin, nu komt dat uit. Ze zijn een jaar bezig en het gaat hartstikke dat hoor je nu ook steeds meer. Hè? Dus we hebben er een aantal jaren geleden ook voor gewaarschuwd. Je bent er persoonlijk ook zeer actief bij betrokken geweest. Even terug naar die toets. En dus op zichzelf is er misschien niks mis met een toets, maar wanneer gaat het fout met de toets? Omdat die kinderen nooit horen wat ze fout doen in een toets. Ook niet in een situ-toets. Er wordt niet meer... Je geeft een dicté, je leidt die kinderen ervoor op. Ze hoeven nu alleen een kruisje te zetten. En met mijn leerlingen van groep 8 moeten ze altijd niet aankruisen wat fout is. Zij moeten erachter schrijven hoe het dan wel moet. Ja. En dan heb je heel vaak dat kinderen een kruisje bij het goede... antwoord hebben gegeven, maar dat toch dat ik zie dat het woord fout gespeld is. Ja. En er zit geen structuur meer. Ik begrijp het rommeltje. Dus als we dat samenvatten, dan heeft de toets eigenlijk de plaats ingenomen van de uitleg. Ja. Van de uitleg, waardoor je dus heel veel correctie krijgt, alleen maar om niveaus vast te stellen. Precies. Terwijl je eigenlijk niet, terwijl het niet een middel is om het niveau naar boven te brengen. Nee, want al die kinderen die ik krijg, hebben of de verkeerde diagnose gekregen. Ja.
En zijn doordat er nooit meer een krul wordt gezet of een plaatje of een cijfer. Ik geef ze gewoon cijfers voor het werk wat ze bij mij doen. Dus dan zeggen ze, zo zitten ze erbij, boeien. Ja. En dan zeg ik, joh, ga eens even lekker recht zitten. Bas, wat wil je worden? Ja, ik word een beroemd golfer. De opa en oma die herkennen het verhaal, maar ik vind het zo'n leuk verhaal. Hij wil golfer worden. En toen zei hij tegen mij, daar hoef ik niks voor te leren. Ik ben nou echt nergens in geïnteresseerd. Maar ja, hij gaat nu naar het Willem II College. En hij heeft wel zijn CITO nu gemaakt. Dat ik, en toen zei hij op een dag tegen mij, ik kan er niks aan doen. Ik ben ernstig dyslectisch. Ik zei, dat woord wil ik nooit meer van jou horen. Maar je hebt wel een ziekte. Toen zei hij, wat heb ik dan? Ik zei, je bent ernstig laar. En nou gaan we aan de slag. En ja. Hij is gaan oefenen. In zijn map noteren we alles wat hij fout deed. Ja. En dat is zo maar leuk. Maar dan komen we misschien komen we nog op een belangrijk punt. Ook daar hebben we het al eens eerder over gehad. Die zegt, het gevaar is dat je een beetje... Je krijgt dus teaching for the test, zoals ze dat noemen. Teaching for the test, dus ja. Niet meer echte uitleg. Het is eigenlijk ook geen inspirerende uitleg. Nee. Waar je het over hebt. En tegelijkertijd... wel voortdurend een soort controle die van buitenaf wordt opgelegd. Maar de juf zegt nog wel tegen die kinderen, maar die zitten allemaal op een verschillend niveau. Die zegt dan, wat ik nu heb uitgelegd, wie het niet begrijpt, die moet zijn vinger opsteken. Ja. En toen zei ik tegen een leerling, Teun, je snapt het helemaal niet. Ik zei, vraag de juf dat niet. Hij zegt, je gaat toch niet je vinger opsteken ten opzichte van een andere klasgenoot, dat je iets niet begrijpt. Dus die kinderen die vragen dat niet. Nou geef jij ook zelf bijles, hè, tot op de dag van vandaag. Ja. En dus je ziet dus ook wat er gebeurt met die kinderen. Ja. Je probeert dat eigenlijk ook te corrigeren of in ieder geval daar een draai aan te geven. En dan gebruik je nog steeds die dingen die je op het Linnaeus hebt geleerd. Ja, zeker. Dus dat werkt en wat gewoon. Ja, natuurlijk, motiveren. Dat is en hoe zou je dat samenvatten als je nou de 5 punten van Meis zou willen geven? Ik hoorde je al oefenen, dat is voor jou kennelijk heel belangrijk. Nou, dat is het motto, oefening baart kunst. Oefening baart kunst. Weet je, Henk Sissing, die 3000 jaar denkers over onderwijs... We zijn bij de 5 punten. Dus, nou, dat gaan, klassikale onderwijs dus terug. Klassikaal in groepen, zeg je, met verschillende niveaus. Ja. Dat is belangrijk, dus dat je zo'n groep mee... Nee, niet allemaal individueel. Nee, want je kunt kinderen echt optillen... door als ze het ook nog horen, een klassikale uitleggen. Dus klassikaal. Dus oefening is heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste ik heb er nog één die ik even... Ja. Positieve... dat noemen ze feedback, maar positief reageren eigenlijk. Ja, natuurlijk, stimuleren. Op dat wat beter moet en dat ook laten zien. Ja, en ze vroegen dus mij... In het correctiewerk. Mag je kinderen wel het niet? Maar je kreeg met ieder kind ook... Want je kwam nog altijd achter dat er iets mis was. Precies, als dat een kind is zich oefening. Oké, die hebben we nu. De vierde. De eerste belangrijkste ben ik vergeten. De belangrijkste ben ik vergeten. Ja, de belangrijkste ben ik vergeten. Het moet anders op die pabo's die leren. Dat navelstaren en dat knutselen. En totaal... Dan moeten we weten wat je in die klas moet doen. Maar dit moeten ze in die klas doen. En dan kun je zeggen, dat moeten ze ook leren op die pabo's. Ja, dus maar zij moeten ook multiple choice toetsen. Een kruisje. Dus ik heb ook pabo-studenten die voor de vierde keer een taaltoets moeten doen. Die dat zelf niet meer op die manier leren. Dat niet meer. Dat is heel helder, want dit gaat natuurlijk door in het voortgezet onderwijs, ook op de hbo's. Maar dit is, we hebben oefening, we hebben klassikaal, we hebben positief reageren en stimulerend werken. De 7 nog een beetje discipline. Doorzettingsvermogen. Regelmaat. Ja, richting, resultaat, ruimte en rekenschap. Het zijn eigenlijk 7 R's. Dat heb ik nog van een hoofd van de school geleerd nu. De kinderen hebben veel te veel prikkels. Er zitten al 8 punten nu. Ik heb 9. Ik heb er 9 voor bonnen opgeschreven. Okay. Nou, als je de stukken... Hartstikke goed. Oeh, maar kijk eens. Jeanette, de tijd vliegt. Ja. En dat betekent dat we alweer toe zijn aan het muzikale gedeelte. Eén slotwoord. Ik ben op zoek. En dat moet in de documentaire. Krijgt als subtitel. De leerkracht maakt het verschil. Toen en nu. Heel mooi, Jeanette. En ze zijn er nog wel. Ja, we gaan nog 1 keer heel hard applaudisseren dadelijk op het einde, hoor. En laat dat duidelijk zijn. Maar niet voordat we eerst nog
En we mogen genieten van een bijdrage van Victor en Philippe. Wat gaan jullie als laatste ons laten horen? Als laatste gaan we een liedje doen uit 1959 uit The Sound of Music. Dat vonden we zo toepasselijk, ja. Want ik stel me zo net zo voor, begin jaren 60, huppelend door het landschap van het Nederlandse onderwijs, allemaal blonde kindertjes achteraan. Dus het is een lied geworden uit The Sound of Music. Dankjewel. Meis, koningin van het onderwijs, slim en wijs, nog niet grijs, de school is haar paleis. Voor de klas staan bij Dirk van Veen, bij lessen voor menig een. Jeanette Meis, juffrouw Meis, in de bres voor ons onderwijs. Ze pleit voor onderwijskwaliteit, tot het uiterste bereid. Jeanette Meis, juffrouw Meis, D of DT, aapnoot Meis. La 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 la. Jeanette Meis, juffrouw koningin van het onderwijs. Jeanette. Gefeliciteerd. Ja, Jeanette, had je nog een laatste woord? Ik niet. Nee, heel goed. Nou, dan dank u wel voor de aandacht en tot zover deze speciale aflevering van Meis op zondag. Volgende maand is Jeanette er gewoon weer in haar vertrouwde rol. En ik heb inmiddels ook een nieuwe gast hier vanmiddag. En we hebben al een nieuwe gast. Oud-burgemeester Peter van der Velde komt op 11 oktober. De nieuwe burgemeester Paul de Pla komt op 8 november. En op 6 december is scenario-schrijver Maria Goos hier. Nou, geweldig. Ja, je hebt